Goeiedag, ik ben Kris Organe, de duurzaamheidsexpert van Degroof Petercam Private Banking. Bij het opstellen van uw beleggingsprofiel, dat u noden en verwachtingen van uw beleggingen in beeld brengt, polsen we nu ook naar uw duurzaamheidsvoorkeuren. Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in de maatschappij. De klimaatverandering brengt risico's met zich mee en de daarbij horende energietransitie is een flinke uitdaging. Ook gaan overheden zelf meer en meer sociale en ecologische doelstellingen formuleren. Denk maar aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. De peiling naar uw duurzaamheidsvoorkeuren zorgt ervoor dat uw beleggingen beter afgestemd zijn op uw persoonlijke overtuigingen inzake duurzaamheid. Zo kan u, als u dat wenst, meer de nadruk leggen op investeringen die bijdragen aan deze maatschappelijke doelstellingen. Ik heb al verwezen naar de Verenigde Naties, maar ook Europa heeft met de Green Deal een eigen ambitie. Namelijk om als eerste continent klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Er is dus nog een lange weg af te leggen, waarbij sommige onderdelen nog in de maak zijn. Dat betekent ook dat nog niet alles objectief meetbaar is en dat we vandaag soms voorzichtig moeten zijn in onze aanpak. De vragen over uw duurzaamheidsvoorkeuren zijn voor u een opportuniteit om eens stil te staan op de invloed van de duurzaamheidstransitie op uw portefeuille. Of omgekeerd, u met uw beleggingsportefeuille net zou kunnen bijdragen aan het versnellen van deze duurzaamheidstransitie. Deze vragen rond uw duurzaamheidsvoorkeuren geven u dus de mogelijkheid om u uit te spreken over deze kwesties. Uiteraard staat uw private banker ter beschikking om u te helpen bij het maken van uw keuze. Of als u nog vragen zou hebben rond duurzaamheid en beleggingen, dan mag u mij steeds contacteren op het onderstaande mailadres. Alvast bedankt voor het luisteren en tot binnenkort.